Ik laat me vandaag 12 uur opsluiten voor Free a Girl. Een organisatie die zich inzet voor de bevrijding van minderjarige meisjes die in de prostitutie vastgehouden worden. En die zitten in dit soort hokjes van 1 bij 2. En symbolisch zit ik daar 12 uur ook in en mag ik er niet uit om fondsen te werven voor dit goede doel. En als je wel een wat bewegelijk type bent zoals ik, dan is het feit dat je echt opgesloten zit en niet kan bewegen, is in ieder geval een bevreemdende ervaring. Ik mag mijn computer en mijn telefoon gebruiken voor fondsenwerving. Oké, en hoe lang zit je nu? Vanaf 11 uur vanochtend. Okay. Van 11 tot 11. Ja, voor mij is het 12 uur. Dan mag ik er weer uit. De meisjes niet. En bij mij zit hij dusdanig op slot dat er geen vreemde mannen binnenkomen. En bij die meisjes komen 10 of 20 mannen per dag binnen in dat hokje. Op deze ruimte. Dat lijkt me heel erg afschuwelijk. Ik heb zelf ook het project bezocht in Delhi, de rescuers die daar de meisjes daadwerkelijk bevrijden. Hier hangen allemaal Difrax knuffeltjes en die verkopen we vandaag, waar de opbrengst 100% voor Free a Girl is. Dus een symbolische knuffel ook voor de donatie, waar we hartstikke blij mee zijn. Doneren kan via de website. En je kan ook bieden op hele leuke veiling items. Ik probeer vandaag natuurlijk zoveel mogelijk op te halen voor het goede doel. Ik niet alleen, en nog heel veel anderen die deze dagen zich 12 uur laten opsluiten. Want dat geld is hard nodig om de meisjes te bevrijden, om de daders te berechten en om ze daarna weer op te kunnen vangen, die meisjes. En weer een opleiding te geven om weer terug de maatschappij in te gaan.